Als je kindje te groot is voor een baby- of peuterzitje, dan stap je over naar een zitje met een zittingverhoging en een rugleuning. In dit filmpje laat ik je zo'n zitje zien. Dat is deze, de Breitax Reumer Kidfix SL Sict. Eerst wat achtergrondinformatie over zitjes zoals deze Kidfix. Je zet je kindje vast met de gordel. Een stoeltje dient vooral om de gordel goed te leiden over het lichaam van je kindje. Over de harde botten in de ribbenkast en de heupen en niet over de buik. Ook de rugleuning van zo'n zitje is belangrijk, vooral ter bescherming bij een botsing van opzij. Daarbij is zo'n zitje ook comfortabel voor je kindje, vooral als het onderweg in slaap valt. Deze Kidfix en vergelijkbare zitjes zijn geschikt voor kinderen vanaf 15 kilo. Dat is ongeveer vanaf 3,5 jaar. Het is in Nederland verplicht om een autostoeltje te gebruiken tot je kind 1,35 meter lang is. Je mag je kind natuurlijk ook langer in zo'n zitje vervoeren, zolang dat je kind erin past. Op dit moment is de rugleuning nog niet verplicht en heb je voldoende aan alleen de zittingverhoging. Maar die wetgeving gaat binnenkort veranderen en dan is voor kinderen tot 1,25 meter de rugleuning wel verplicht. Een zittingverhoger of een kinderzitje zoals deze hoef je in principe alleen vast te zetten met de gordel. Er zijn echter ook van dit soort zitjes die je met Isofix kunt bevestigen. En dit is vooral handiger, want dit zitje blijft dan stabiel staan in de auto, ook als je kindje er niet in zit. Het is echter niet veiliger dan alleen de bevestiging met de gordel. Voor de Kidfix SL bedacht fabrikant Reumer een oplossing die tussen de traditionele Isofix en de gordelbevestiging in zit en dat heet Soft Latch, vandaar de SL in de naam en wordt door Reumer ook wel Isofit genoemd. Wat dit betekent is dat de bevestigingspunten aan spanbandjes zitten en niet aan rails. Dit is goedkoper dan Isofix en handiger in gebruik. De auto moet wel Isofix bevestigingspunten hebben, want daar moet je het stoeltje aan bevestigen. Ik leg je uit hoe dit werkt. Je maakt de bevestigingspunten vast aan de Isofix-punten in de auto. Vervolgens trek je de spanband aan om het zitje goed vast te zetten in de auto. En tot slot zet je de gordel vast om je kindje heen en het is belangrijk dat je hiervoor de 3 rode gordelpunten gebruikt. Ook uniek van Reumer is dit hulpstuk dat je aan de zijkant van een zitje kunt plaatsen. Reumer noemt dit Sict en je herkent zitjes die dit hebben ook aan de naam Sict die in het typenummer voorkomt. Wat je doet is dit hulpstuk bevestigen aan de zijkant van het zitje en het hulpstuk vangt dan de klap van een botsing op en daardoor is je kindje beter beschermd bij een botsing van opzij. Uit onze test blijkt dat dit werkt, want zitjes met Sict krijgen hoge oordelen voor de bescherming bij een botsing van opzij. Zo krijgt deze Kidfix SL Sict een 8,7. Heel goed van dit zitje is dat je de hoofdsteun makkelijk in hoogte kunt verstellen. Ook kun je de rugleuning verstellen en hierdoor kan je kindje comfortabeler zitten. De hoes kun je dan makkelijk afnemen zodat je die kunt wassen. Reumer heeft veel verschillende autostoeltjes in de kitreeks die je dus op verschillende manieren kunt vastzetten. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze flink wat plaats innemen in de auto. En dat de hoofdsteun van de achterbank soms in de weg kan zitten, maar die kun je weghalen. We hebben deze Kidfix SL Sict al getest in ons lab. Het is een veilig zitje dat makkelijk in gebruik is. Kijk voor de volledige testresultaten en meer achtergrondinformatie over autostoeltjes op onze website.